hele goede middag, lieve vrienden. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ja, het is zaterdag, het is de 10e maart en we leven alweer om 15:25. Ja, ik ben heel laat met deze vlog om te beginnen. Daar ik knallende hoofdpijn heb, het wil maar niet zakken, het wil niet weg. Maar buiten dat het niet weg is en niet weg wil, ben ik zelf wel even weg geweest. En ik heb mezelf ook verwend. Deze even niet meegerekend. Die kreeg ik. Ja. Van een hele lieve klant van de desbetreffende winkel waar ik dus ook was. Was bij een tweedehands winkeltje, een nieuwe. En ik heb een tas vol kleding gekocht. Voor 5 euro, 50 cent per stuk. Dus wie doet je wat? En op de markt heb ik even kibbelings gekocht. En, ja, ze staan natuurlijk nu overal te stemmen, reclame te maken voor hun partij, etc. Dus ja, dan krijg je folders van in je handen geduwd. Ik heb een heel gesprek gehad met één en die is er ook meer voor ons soort mensen die invalide zijn, minder valide zijn. Hij heeft zelf een stagiaire die rijdt in een elektrische rolstoel, dus hij weet heel veel ervan waar zij allemaal tegenaan botst dat ze niet verder kan in de stad. Dus ja, we hopen dat daar dus een verandering in gaat komen als we op hem gaan stemmen. Ja, dus het komt wel goed en ik denk er ook hard over na om dat ook te doen. Nou, alles wat ik gehoord heb en gelezen heb en gezien heb, ja, gaan we dat eens even doen. Maar ja, er wordt nog verder over gediscussieerd, maandag of wanneer dan ook. Want zover is het nog niet dat we op de stemmen moeten. Dat is pas niet aankomende week, maar die week is erop, geloof ik. Ja. Ja, wat miauw. Hé, wat miauw. Hé? Ja, nou, ik ga eerst even mijn kibbelings opeten en een bakje koffie erbij. En ik laat jullie die tweede keer straks allemaal zien. Maar ik ga het niet zo, ik ga het niet aan. Nee, daar ben ik te moe voor. Ik heb een hele rit achter de boeg, dus. Maar in ieder geval, komt goed. Tot straks. Ja, en mijn hondje heeft al te eten. En ik zal jullie mijn nieuwe kleding laten zien. Ik heb het al wel gepast. Etcetera. Maar ja, ik heb het maar weer in die tas gedaan. Ik moet naar boven. En ik laat het jullie morgen wel zien. Want ook dit licht, dat is voor mij niet zo goed. Nee, ik, zoals jullie al weten, ga ik van de hoofdpijn. Dus ik ben niet helemaal in orde. Misselijk, etcetera. Dus ja. Vandaag ook niet veel gevlogd. Maar dat halen we wel weer in. Ja hoor, dan maar eens een keer een heel klein vlogje tussendoor. Moet ook kunnen. En ik kom vanavond nog wel eventjes terug. Ik denk dat ik vanavond televisie ga kijken en een spiegeltje in elkaar maak. En dat laat ik jullie dan wel weer zien. Ja, dat komt wel goed. En ik moet ook nog naar Facebook. Want een moderator, Trice, die heeft Facebook problemen. Ja, Facebook werkt niet mee. Dat ze kan niet het werk doen wat ze normaal doet. Dan krijgt ze van dat er een probleem is. Dus dat ze het later opnieuw moet proberen. Ja, dat blijft aan de gang. Dus dat gaat het hem niet worden. We zullen geduld hebben totdat Facebook dat weer ook opgelost heeft. Dus lieve vrienden, tot vanavond. Geniet van de avond met hetgeen wat jullie doen gaan. En ik ga zo meteen eerst een hapje eten. En dat is hetzelfde wat we gisteren hadden. Dus spruitjes, aardappelpuree een beetje en ik heb er een worstje. Dus, vrienden, tot later. Ja, het smaakt je lekker, man. Goed, smaakt het zo lekker? Ja, hè? Het smaakt erover. Vrienden, ik heb mijn eten voor mijn neus staan. Koffie, wijntje en lekkere spruitjes die ik gisteren over had. Dit is dan ook alles wat ik nog had.
Nou, dan heb ik mijn buikje toch weer vol. Ja, of niet? Dan ik wil genieten. Oh, mijn meisje. Hé, mijn meisje. Hallo, wijfie. Hey, lief. Ja, hé. Ze is nat. Ze is net binnen. Ja, het is allemaal nat buiten. Niks aan. Het regent. Maar ja, dat heb je wanneer je hier in Nederland woont. En dan ga ik straks proberen om met dit spiegeltje verder te gaan. Wel, dat heb ik, hoe heet dat? Ja. Ik moet het even met daglicht laten zien aan jullie beter. Zo gaat het niet. En ik heb dus ophangmechanismen op vier hoeken. Heb ik dat? Nee, dat is eigenlijk, hoe noem je dat? Het zand. Sierzand is dat. Ja, lijm, sierzand. Nou, dan ga ik een rand mee maken en dan ga ik denk ik met kralen verder werken. Ja, dat, ik weet het nog niet. Ja, hoe vinden jullie die? Die kreeg ik dus vanmiddag van een klant die in die tweedehands winkel was. Kreeg ik dat beest, ook van Pokémon Go. Ik vind hem zo lief. Die wil ik eigenlijk, als het enigszins lukken wil, aan de achterkant van mijn scootmobiel aan de stoel vast zien te binden. Aan mijn rugleuning. Maar ik weet nog niet of ik dat hebben moet. Want voor aan mijn mandje heb ik een Pikachu hangen. En Miauw heb ik hangen. Nou, maar die zijn veel klein. Dat zijn echt van die knuffeldiertjes die je hand kan vasthouden. Die kleintjes, weet je wel. Maar deze zo, deze is wel groot hoor. Die kan ik moeilijk eraan hangen aan de voorkant. Daar heb ik al wat staan, hè. Ja, als jullie goed hebben gelezen en hebben gekeken hoe mijn boezem eruit ziet, dan kan hij niet aan de voorkant. Dus die wil ik eigenlijk een beetje aan de achterkant hebben. Vind ik helemaal, ja, vind ik leuk. Maar dat zie ik wel wanneer het beter weer wordt. Ja, omdat... Mijn lieve vrienden, ik ga eten. Ze zeggen, is smakelijk. Oh nee, jullie hebben al gegeten. Nou ja, voor de later die gewerkt hebben of wat dan ook. Smakelijk eten. Tot later. Klaar. Alleen, hij moet schoongemaakt worden, maar hij is net klaar. Dus de lijm is nog heet en warm. En ja, het moet doorharden. Dus ik laat lekker vannacht hier leggen. Het mooi doorharden. Dus er komen geen dieren bij. Dus ja. Dan ruim ik het morgen wel weer even op. Mits ik aan, ja, ik moet dat zand opruimen. Maar ik vind hem geslaagd. Ja, voor de paarse. Kaarsje erop, klaar. Toch? Dit is gewoon een leuk plateauotje. Leuke kaars erop zetten en voilà. Wel, ik zou het wel in een houder doen, hè. Zo'n glazen houder. Of kristal. Het is maar net wat je zelf hebt. Ik zou dus dat wel doen, ja. Voor mezelf. Ik vind hem mooi. Enkel, hij moet nog even schoon. Maar dat komt goed. Het is goed hard bezig. Dus leuk. Kijk, ook aan die kant. Kraaltjes allemaal. Allemaal kraaltjes omheen. Ook hier hoger achter. Leggen wat kraaltjes. Maar ja, dat zie je dan wel. Dus ik vind hem leuk. Keukentje. Ja, één bloemetje. Ik vind het gezellig. Ja. En ja hoor, ik heb weer een spiegeltje klaar. Maar nou niet als een spiegel. Maar echt als een plateau bedoeld. Er komt nog een kaarsje bij. Ja. Die zet ik er dan op. En dan film ik het weer. Ja, ja. Beetje bij beetje, maar morgen is het, ofwel vandaag is het, de 11e. Dus er zijn enkel supermarkten open en niet de andere winkels. Nee, dus ik kan geen kaarsjes halen, niet wat ik erop wil. Ik wil eigenlijk zien of ik een mintgroene krijg, van dat kleur, of een paarse. Ja. Ik denk dat ik mintgroen wil proberen te halen. Ja. Maar we zullen het beleven. Ja, ja.
komt goed. Hey kereltje, goedemiddag. Kijk je niet even om? Jij wel een meisje? Ja, ja. Ja, alles is weer binnen, want het is rot weer. Ja. Het is vandaag zondag, het is middag, het is 11 maart en we leven op de tijd van 13:17 en ik zeg hartelijk welkom allemaal. Ja, ik krijg vanmiddag visite van een huisvriend die al jaren bij ons op. Ook dus een huisvriend van mijn liefhebbende mannetje die er niet meer is. Dus ik hoop op een gezellige middag. En ja, en zoals jullie weten, ik had alweer een spiegel klaar gisteren. En er komen nog kaarsen bij. Ja, maar ik weet nog niet wat de kleur, want het ligt eraan wat de winkel heeft. Ja, ik moet er wel een beetje bij passen, hè. Dat ik zo even een bakje koffie maken voor mezelf. Ik ben al buiten geweest. Maar ik ga nu even koffie drinken. En ik neem even een broodje. En dan zeg ik tot strakjes. Doei doei. Wat moet je gek doen? Wat moet je gek doen? Dat is vrouwtje de Robbie spullen voor de spiegels. Ja, en toen was ook Jan hier ook. Hè. Dag Jan, hoe gaat het met jou? Goed. Mooi! Gaat zeker goed met mij. Mooi zo. Gisteravond even bij mijn vriendin. Gistermiddag met Trace geweest. Gisteravond met Trace geweest. Gezellig. En nou zit je hier. Printer, ja, en de printer weer gericht. Met laten repareren. Met inkt erin. Oh, wat een stuk. Nou, stuk. Ik heb weinig inkt erin natuurlijk. Ja, en ja. En er staat een spiegel. Je raakt nooit wat erin staat. Nee, moet ik toch weten. Dat was een snoepje lag eronder in de... Ja, typisch Trace dus. Dat die niet goed wordt. Als zij niet goed wordt, dan... Ik dacht er eentje dan, dus ja. Dat er de printer snoepjes lusten. Maar dat lust de printer niet. Nee. Nee, die moest ik dus gistermiddag meenemen naar de winkel. Dus die man heeft hem eruit gekregen. Dus, Oké. Daarom was elke keer papier liep scheef. Dus, nou ja, maak je toch nog eens wat mee. Ja, ja, ja. Wij zitten hier lekker aan de koffie. Ja. En een plakje cake erbij. Ja, nou een strontje wil ook wat lekkers hebben. Ja, nou ga dan eens even zitten, dan kan ik even wat doen voor je. Ik moet eerst mijn hobby aan de kant. En dan moet ik die la open hebben. En dan die, hè. Die bus. Die bus. Cookie, hè. Cookie. Lekker, hè. Oh, lekker! Lekker man! En ik hoor dat ome Jan zegt dat hij ook wat voor een hondje heeft. Dus moet je maar naar ome Jan toe? Ome Jan heeft niks. Ik weet niet als hij het lust. Mag hij er niet zo gek van. Hij heeft liever die normale goedkope theebiscuitjes. Die normale, die twee ronde pakken in even pakken. Nee, heeft mij te hard. Nee, Frodo die heeft gewoon die normale theebiscuitjes. En dat zijn twee rollen in even pakken. Ja, ik hoef dat niet. Tuk? Ja, Tuk lust ik wel. Maken we nog weer reclame ook? Ai, ai, ai. En we worden er niet eens niet voor betaald? Nee. Nee. Tukkie, tukkie, tukkie. Ja, lekker. Crispy, lekker. Nou, dat zal toch wel. Maar in ieder geval, ja. Nee, hij lust het. Je weet toch wel hoe die spietjes eruit zien? Gewoon ze. Oh, ja. Nou, geef je die maar aan hem. Kom maar. Hij wil.
Laag. Licht. Licht. Goed zo. En dan moet je geven. Was lekker, man. Ja, hij denkt ook, vrouwtje en oom Jan krijgen een plakje cake en ik krijg niks. Ja hoor. Hij wel, hè, schat. Ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, staan we er beide op. Ik hoop het. Zo. Zo. Nou, het is een foto, het is een film. Ja. Dus, ja, lieve vrienden, tot strakjes weer. Doei doei. Zwaai, zwaai. De katten. Ja, en onze Jan die gaat dan weer to home. Ja, die is weer startklaar om naar de trein toe te gaan. Dus die gaat weer lekker tussenweg. Dat ik zou zeggen, dag Jantje. Croissantje. Nou. Zwaai, zwaai. Zwaai, zwaai. Nou, knuffel. Zo. Dus ja, lieve vrienden, dat, hij gaat weer aan de haal. En je boel wel meenemen. Ja, en als je cadeau klaar is, dan geef ik een brul. Ja. En dan goed. Of ik app je. Mag ook, ja. Dus. Nou, lieverd. Doei. Tot later. Tot later. Doei doei. Goeie reis. Hetzelfde. Ik ga niet weg hoor. Nee, ik wel. Doei doei man. Ja, en dan gaat. Ja, smijt met de deur, joh. Ja, daar gaat hij dan. En als hij thuis is, belt hij altijd even. Altijd leuk. Het duurt wel eventjes. Maar in ieder geval, ik ga weer even met Karin verder praten. Want die heb ik aan de telefoon hangen. Zeggen, tot later, vrienden. Doei, doei. Ja, lieve vrienden. En ja, Jan die is dus alweer de deur uit. Zoals jullie wel weten. En ja, ik had vandaag al een nieuw shirt aan. En ik weet niet of jullie hem zo een beetje kunnen zien. Ik ben bang voor niet. Maar dat probeer ik dan nog met een langere statief. Of tenminste een selfie stick. Zal ik het proberen. Maar hij is heel leuk en heel kleurig. Ja, dat, ik ben er heel super blij mee. Ja, het is een beetje een wijdvallend bloedje. Maar ik laat hem jullie wel eventjes morgen of zo zien met de selfie stick eraan. Strakjes! Ja, lieve vrienden, en zo is ook deze dag weer ten einde. En ik wens daarom iedereen een welterusten, slaap lekker en mooie dromen en natuurlijk gezond weer op. Met Gods zegen zal het vast wel lukken. En ik zet er ook bij tot de andere kant van de nacht. En een knuffeltje van het poesjebeestje. Hier. Een knuffeltje van het poesjebeestje. En van mijn hondje ook. Ga jij eens nou aan de kant een beetje. Zo, hè? Ja, een beetje erop. Zo. Is goed hoor. Ja. Dat ja, lieve vrienden. Welterusten. Doei, doei.